Het was prachtig weer op de zaterdag van de Zuidwalwedstrijden, toen de vaste bemanningen op hun schepen weer binnenkwamen. Er stond maar weinig wind, dus het was geen spectaculaire wedstrijd. Wel was het gezellig als vanouds en de museumhaven kwam zachtjes aan weer vol te liggen met de schepen die daar thuis horen. Een van de schepen was de BU-87 van Steven Hopman. Hij was eerste geworden bij de schouw. Steven Hopman is ook bekend door zijn modelbouw van houten visserschepen. We zochten hem op in zijn werkplaats. Ik ben bezig met een mesje te maken voor een model van een stavensjool. Oh, juist. En dat is dus een vierkant stukje hout. Wat van onder de vierkant moet blijven en op een bepaalde hoogte boven het dek van het ding van vierkant over moet gaan en rond. En ik ben nu aan het proberen om die overgang van vierkant naar rond te maken. Ik zie het. En dat ontwerp, is dat van jou of doe je dat volgens bouwtekeningen? Dat is niet een ontwerp van mij, dat heb ik uit een boek van rond- en platbodems waar verschillende ontwerpen in staan. Maar normaal gesproken maken wij meestal het ontwerp zelf. We gaan dus een bestaansschip waar ergens op een werf staat opmeten. Ja. Zoveel mogelijk en dan probeer ik dit op een tekening te krijgen. En aan daarvan gaan we dan een model bouwen. Om zo dicht mogelijk bij het werkelijke schip te blijven. Want die tekeningen uit een boek, de ene keer klopt het heel goed en de andere keer is dat veel minder. Ja, ja. Dus die modellen die je allemaal hebt gemaakt, hè, die nu in het museum staan, hè? Ja. Die heb je allemaal zelf dus eerst opgemeten van bestaande botters? Ja, ja. Er zijn verschillende botters. Ja. Ik denk altijd een botter is een botter en dan heb je één model. Nee, maar dat is, dat niet, is zo. Niet zo. Want ik bedoel, vroeger had elke werf eigenlijk min of meer een eigen model. En voor een leek is een botter, want de verschillen zijn dusdanig klein dat vrijwel niet opvalt. Maar als je dus daar een beetje in thuis bent, dan kun je zo zien waar dat ding oorspronkelijk vandaan komt en gebouwd is. Herinner jij nog de eerste botten die je gemaakt hebt? Ja, dat was een model van de botten van mijn vader, dus het model van de Marke 30 of BU-87. Marke 30, die, vertel eens, jij is verkocht, hoe is dat gegaan dan? Nou, mijn vader die heeft oorspronkelijk uit 1882 zijn de nummers hier uitgegeven. Daarvoor was er geen nummering. En toen kreeg de familie Hopman, die kreeg het nummer BU-87.
En dat is dus, dat was de grootvader van mijn vader. Die kreeg dus dat nummer. Dat is later overgegaan op zijn vader. En vanaf 1932, toen die man ermee ophield. Omdat de omschakeling van zout naar zoetwater. Zegt hij, hij was toen, ik meen 63 jaar. Dat zag hij dus niet meer zitten. Nee. En hij zegt, ik hield ermee op. Hier heb jij alles. Ja. En als je door wil gaan, dan ga je maar ermee door. Ja. En dat heeft hij dus gedaan. En aanvankelijk wisten ze niet of dat haalbaar zou zijn. Dus wat deed hij? Hij is met een neef van hem samen gaan werken. En ze zijn naar Harlingen gegaan. En ze kregen die oude botte, ben je 87, die was inmiddels 65 jaar oud. Er stond geen motor in. Nee. En de vader van zijn neef, die had wel een motor met een motor. En die motor mochten ze gebruiken. En dan ging men in het voorjaar op haring vissen op de Waddenzee. Ja. En dat was de eerste paar jaar, zeg vanaf 1932 tot 1935. Ging dat redelijk, maar dat werd elk jaar minder. Minder, ja. Omdat die haringen, die wilden naar de paai plaatsen in het IJsselmeer. Ja. En die konden ze niet meer bereiken. Dus na enkele jaren kwamen die dingen niet meer terug. Nee, precies, je snapt het. Dus er was geen goede toekomst. En toen ging die visserij ging vanzelf over, eigenlijk. Ja. Heb jij daar nog wel eens over nagedacht om zelf te gaan vissen, toen in die periode? Wilde je vader dat graag of juist niet? Om die dat reden? Wilde mijn vader niet. Ja. Ik heb daar wel over nagedacht en ik heb dat zoveel als mogelijk is geprobeerd om dat toch te gaan doen. Maar het is niet gelukt. Maar je bent... Op een zeker moment was je afhankelijk. Je kon alleen nog een vergunning krijgen als je hem overnam van je vader. Maar ze waren bezig omdat die IJsselmeervisserij zoveel mogelijk weg te krijgen als het ware, ja, om voor degene die overbleven, ja, nog een beetje toekomst daarin te realiseren. En dat, er moesten gewoon een hele hoop van die vissers weg, dus je kon alleen een vergunning krijgen als je vader hem overgaf. En hij zegt tegen mij, je kunt doen wat je wilt, maar mijn vergunning krijg jij niet. Hij beschermde jou? Min of meer wel, denk ik. Kijk, ik heb me één keer zover gekregen, toen zijn we gaan kijken en toen was er dus een lemster aangekomen in Volendam. Geen botter is dat? Nee, dat was een stalen haak. Een stalen haak, ja. Met een goede dieselmotor erin. Oh ja. Zeg, nou, dat ding moeten we hebben. Mm-hmm. En hij is zo ver gegaan dat hij ging kijken. Als je dat toch wilt, misschien dat dan toch nog wat kan worden. Ja, ja. Hij gaf je nog een kans. Hij heeft daar gekeken en hij kwam terug. En hij zegt, dat ding dat kopen we niet. Want hij was zeilvisser. Er waren geen zeilen meer bij. Nee. Want die Volendammer, dat was hoekwandvisser. En die had al meegevist met hoekwand op de motor. Hoekwandvisser, ja, dat zegt mij niks. Wat is hoekwand? Dat zijn een lange lijn met om de 4 meter een kort lijntje met een haak erin. Oh, juist. Juist. En dat moet je dus, dat kun je op de zeilen ook uiteraard wel, maar dan ben je helemaal afhankelijk van de wind. Weer, ja, en op ja. de motor gaat dat natuurlijk heel makkelijk. Ja. Je kunt de snelheid regelen. Precies. Ja, de koers van het schip heb je helemaal in de hand. Dat heb je helemaal in de hand. En die Volendammer heeft dat dus gedaan op de motor. En die had alleen nog een slingerzeiltje erbij. Slingerzeiltje. Dat is een klein zeiltje om wat meer stabiliteit in de golven aan het schip. Dat hij wat stabieler op het water ligt. Oh, juist. Maar jij bent dus niet gaan vissen? Jij bent dus niet gaan vissen? Ik ben niet gaan vissen. Ik ben dus terechtgekomen bij het bouwbedrijf van Bonneveld. Ah. En de oude Bonneveld, die kwam zelf hier bij ons thuis vragen, je hebt een jongen, Jan, zegt hij, kan die niet bij ons komen werken? En jij zag dat toen wel zitten? En ik was op de Amerschool geweest, dus ik kwam dus van de Amerschool af. Ja. En er was een afspraak gemaakt met
Frank van der Bos. Dat was een aannemer die hier dichtbij zat in de Oude Schans. Mm-hmm. Om eventueel te gaan werken, maar Frank had op dat moment een beetje weinig werk. Die zei, nou voorlopig even niet. Ja, ik snap het. Maar goed, jij bent toen, dacht je, nou ga ik eens die botter in model maken. Toen. Ja, na een paar jaar daarna. Dat was de eerste dus. Een paar jaar daarna dacht ik, ja, voordat dat ding weg is, wil ik daar toch iets van hebben. Hm. En ik ben daar doorheen gekropen en zoveel mogelijk matig opgenomen. En goed, ik ben begonnen met proberen daar een model van te maken. Dat was de eerste keer. En als je dat nog gedaan, dan valt het ook nog niet eens mee. Maar en dan krijg je dus, toen waren er nog verschillende van die oude vissers hier langs de haven. Want ik denk dat er in die dagen nog wel zo'n 30 botters hier in de oude haven lagen, visbotters. Gooi dan, maar dat kreeg jij dan nooit van elkaar. Maar het is toch gelukt. Dat was juist een uitdaging. Ja. En waar staat die botter nou? Is die ook in het museum? Nee, die staat bij mij thuis. Oh. Dat is de B87. Ja. Dat is jouw eerste model? Ja. En die daaronder? Dat is de B14. Die was van mijn grootvader, de vader van mijn moeder. Oh ja. En de zeilen heb je ook allemaal zelf gemaakt? Gedeeltelijk. Oh ja. Daar heb ik de hulp van mijn vrouw bij nodig. Oh. Dus je hebt ook nog een aandeel, mevrouw? Ja, ook nog. Ja, dat hoort erbij, ja. Ik scheel ze thuis ook. Steven, er staat nog een BU-87. Er staat een BU-87 in het museum ook, maar die is van een veel latere datum. En die is dus, heb ik later gemaakt, want die eerste, die wilde ik onder geen beding kwijt. Nee, dat snap ik. Dat is natuurlijk een pronkstuk en een nostalgische herinnering aan de tijd. Van ja, toen. Die heb ik gebouwd in 1960. Het jaartal wat erop staat is 1960. Dus dat is al dusdanig lang geleden dat. Die blijft denk ik wel in de familie. Ja, natuurlijk. Maar hoe lang heb je er toen over gedaan? Dat moest uiteraard naast mijn werk. Ja. Nou, daar zou ik 3 of 4 jaar over gedaan hebben, denk ik. En ik bedoel, moest je wel eens een keer denken, oh, dat heb ik toch verkeerd ingeschat, een stukje overdoen en ja, zo. Natuurlijk. Zo ging dat. Dat gebeurt nog wel eens. Nog wel eens? Ja.